Goedemorgen allemaal. Mijn hoop is op u weer. Mijn kracht is in u weer. Mijn hart is van u weer. Dat is de van beleidenis, hè? Is dat altijd zo? Is onze hoop altijd op hem gevestigd? Vinden wij onze kracht altijd in hem? En is ons hart dan altijd... Hoort daar naartoe? Zien we dat altijd terug in onze daden? Of lopen wij vaak toch nog wel weer eventjes weg? Laten we ons vaak toch weer een beetje bang maken? Ja, dat is de genade van God. Amen. U bent de Vader die zingt en juicht over ons. Oh,
ons laten verlammen door angst. Wat dan ook, dat het zelfs weer bij hem dat we mogen terugkomen. En dat hij ze weer zegt, ik hou van jou. Goedemorgen allemaal. Zo. En weer het Japans. Alsof de geest die kan zomaar werken. Halleluja. Oh lieve mensen, wat ben ik blij. Wat zijn we blij dat we terug zijn. Yeah. Een prachtige vakantie gehad. Heel veel moois gezien. En de hartelijke groeten van Rani. Wij zijn heel blij dat het goed met hem gaat. Het is een mooie gemeente die hij bezoekt, een vrij jonge gemeente. En ik verwacht niet meer terug. Hooguit dat het op vakantie komt. Ja. Maar hij is daar helemaal in zijn element. Ja. En daar zijn we heel blij en dankbaar voor. We zongen net het liedje, God is onze identiteit. Wij zijn even weg geweest en al die tijd, vanaf dag 1 zeg maar, de zonde dat we dienst hier hadden nog, voordat we vertrokken, hier ik wil niet gaan, want ik moet aan die broeder of aan die zuster denken. En, ik ben zondag nog even bij Bankje geweest op bezoek. Zondagavond nog even met onze zuster Nelly contact gehad. Ook met onze broeder Rudy gaan. En dan kom ik terug. En dan denk ik, Heer, wat is het goed dat u alles in uw machtige hand doet. En wij willen alles zo goed mogelijk organiseren en inrichten en uitvoeren. Maar één ding staat voor mij vast, is als wij leven in volkomen afhankelijkheid van de Heer. Even tussen aanhalingstekens hoeven we bijna niks te doen. Nog slechts te bidden. En we bidden niet om een nood. Vaak doen we dat wel. Maar lieve mensen, we bidden. Waarom? Om Hem. Het gaat om Hem. En zullen we deze ontmoeting ook aan Hem opdragen, zo genoeg zijn. Vader, we danken U, Heer, dat U de levende en almachtige God bent. En er is geen God zo hoog verheven en zo groot van kracht als U alleen. Heer, dank U wel dat U zich betoont, Heer, in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in het leven, Heer, van uw kinderen, een nieuwe leven. Dat U ons hebt geschonken. Heer, ik wil U bedanken dat U ons dag aan dag brengt. Ik wil U bedanken, Heer, dat U ons begeleidt. Dat U ons steunt. Dat U ons draagt. Heer, naar lichaam, ziel en geest. Heer, dank U wel dat U ons ook bemoedigt. Heer, met broeders en zusters, Heer, elders in de wereld die vervolgd worden om hun geloof. Heer, om hun geloof in U. Heer, maar ons dat voorbeeld hier in het Westen, Heer, om juist, Heer, bewust te worden. Heer, waar staan wij in onze relatie met U, Heer, onze identiteit? Is dat ook echt in U? Heer, dank U wel dat U deze broeders en zusters in het bijzonder wil zegenen met Uw bescherming en Uw bemaling. En dat de omgeving getuige mag zijn, Heer, van Uw bemoeienis en Uw betrokkenheid in het leven. En dat, Heer, Uw Zoon ook hen nieuw leven wil schenken. We bedanken, Heer, voor het volk Israël. Heer, de afgelopen tijd ook hier zoveel gelezen en ook in kopjes hier van nieuwsberichten. Heer, dan weet ik nog slechts één ding, Heer. U zegt in uw woord, Heer, uw volk is uw oogappel. En wij geloven het oprecht, Heer. En Heer, we geloven ook dat zij ook Uw Zoon, de Messias, nodig hebben, Heer. En ik bid U, Heer, om een intrinsieke ontmoeting met Jezus, Heer, van onze Heer. Dank U wel dat elke natie om hen heen getuige zal zijn dat Jezus de Messias is, Heer. Dank U, Heer, voor de samenwerking met de gemeente.
gemeenten en kerken hier in Sneek en omstreken. Heer, ook in, heer, in de ontmoeting van morgen ook met onze broeder Leo, Heer. Getuig het feit, Heer, dat we heerlijk en goed, barmhartig, liefdevol met elkaar, Heer, hand in hand mogen werken om te bouwen en te bouwen. Dank u, Heer, dat u ons tot een hand in de voet voor elkaar hebt gemaakt. Heer Jezus, zegen elke activiteit, Heer, wat daaruit voorkomt. En schenk u was van. Ik wil u bedanken voor deze ontmoeting vanmorgen. Heiland, we bidden om de kracht van uw geest ook vanmorgen, Heer, dat het tastbaar, zichtbaar en voelbaar mag zijn, Heer. En dat Jezus Christus, Heer, uw zoon verheerlijk mag worden. Dat bidden we in Jezus' naam. Halleluja, Heer. Amen. Roepiet, hartelijk welkom. Ontvang je graag op het dienstkrift van de Heer. Ik zie je eigenlijk naar zijn boodschap. Blij hier te zijn. Halleluja. Amen. Juist aarde, juist al de Heer, die het Gods met blijdschap geeft hem eer, komt naar het voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lof. Thank you.
Ja, dat snap ik wel weer. We mogen het avondmaal vieren. Ik heb er nog eens goed over nagedacht thuis. Weet je, het bloed van Jezus. Hij heeft 7 keer voor ons gebloed. Zo bijzonder dat die 7 dan ook weer terugkomt in, dat de priester ook 7 keer het bloed moest sprenkelen in het heilige en der heilige. En in die 7 keer, het staat allemaal beschreven in het Oude Testament, zit vergeving. Toen Jezus het bloed zweette, toen hij een beetje dronk. Zit verlossing. Toen hij geslagen werd in het huis van de hoge priester. Zit de reiniging. Als zijn baardharen werden uitgetrokken. Zit onze genezing. Waar hij gegezeld is. Tot er werkelijk geen mens er iets meer aan zijn lichaam te zien maakt. Zit bevrijding. Dat ik zit in een doornenkroon. Zit verzoening met God. Met zijn handen en voeten doorboord zijn. Zit onze wedergeboorte. Toen hij gestoken werd in zijn zij. Dan de water en bloed uit. Dat is heel bijzonder. Gebeurt niet als je dat met een dood iemand doet. Maar dat was het teken dat we in hem wedergeboren kunnen zijn. En mogen zijn. Als ons hart volledig aan hem geeft. Weet je, dit is het mooie van het bloed. Dat wordt dan straks gezegend. Dan is het niet meer de vrucht van de wijnstok. Dan is het werkelijk het bloed van Jezus. En besef je dat het bloed van Jezus en zijn lichaam het bloed. Dat je dat tot je neemt, dat het in je lichaam is. Wees je bewust dat elke plek in jou aan kan raken, die ziek is. Waar verdriet zit, waar schuld zit. Maar laten we straks ook eerst in gebed tot hem gaan. We lopen het af, laten lopen en danken voor het offer wat hij vrijwillig heeft gedaan voor ons, omdat wij het niet konden. Maar laten we dan ook naar de troon van de genade zijn gaan. En hem te vragen in ons hart te kijken. Dat we voordat we het avondmaal nemen nog kunnen beleiden en zijn vergeving kunnen ontvangen. Zullen we gaan staan? En dan wil ik het wel zeggen aan mijn microfoon, maar als je zelf iets op je hart hebt, dan kunnen allemaal tegelijk die loven met je eigen woorden, prijzen met je eigen woorden. Sluit ik het af in Jezus naam. En dan gaan we daarna naar het stukje van de vergeving. En ook daar mag je ook zachtjes voor jezelf beleiden en om genade spreken. En hij zal het geven in de naam van Jezus. Vader, in de naam van Jezus komen we voor de troon van genade. Heer, om u te loven, te prijzen en te danken. Dank u wel dat u uw zoon gegeven hebt, Heer. Heer, die voor ons geleden heeft. Hij kwam op de aarde, Heer, om te sterven voor ons. Ik wil u daarvoor loven, danken en prijzen. Jezus, ik loof en prijzen en danken dat u die weg gegaan bent. Dat u gegaan bent, Heer, om ons tot u te trekken. Heer, u wordt groter, u wordt machtiger. Heer, we hebben al gezegd, u houdt van de gezongen, u houdt van ons. En u houdt van ons, Heer, en daarom hebt u uw zoon gegeven. Voordat wij van u konden houden, hebt u dat gedaan. Heer, ik wil u daar beloven, prijzen en danken, Heer, dat u bent groot en machtig. Heer, maar we komen ook voor uw troon van genade. Heer, kijk in ons hart. Heer, waar we hebben we niet genoeg vertrouwd op u. Op uw liefde voor ons. Waar houden we nog pijn vast? Waar houden we nog schuld vast? Waar houden we nog boosheid vast in? Waar hebben we niet voldoende vertrouwd in op uw genezing? Waar hebben we niet genoeg vertrouwd in op uw verlossende werk? Waar hebben we niet genoeg geluisterd naar uw stem in? Waar u ons wilde gebruiken voor andere mensen? Heer, we komen voor uw troon van genade. Heer, we brengen dat bij u. Heer, u weet het, u kent het. Heer, laat ons hart ons richten op u. Heer, schenk ons vergeven. Dank u wel dat u voor alles aan het kruis gegaan bent. Jullie danken, loven en prijzen dat u het mogen gedenken in dit avondmaal.
Heer, met u groot en machtig zijn. Heer, zo mogen we ons elke keer, elke dag mogen we weer naar uw troon van genade gaan. Hebben we het ook nodig om elke dag weer naar uw troon van genade te gaan. Heer, want wij zijn mensen, Heer, en u bent in gedachten dat wij mensen zijn. Dank u wel voor uw overwinning. Wat genoeg was. Help ons dat volledig te begrijpen. Steeds meer te begrijpen. En ook steeds meer te pakken. Heer. En uit te dragen in de naam van Jezus. Amen. Hemelse Vader. Hoe meer ik probeer te begrijpen en te bevatten hier het offer van uw Zoon, de Jezus. Zijn lichaam volledig verscheurd aan het kruis. De vergeving van mijn zonde. Heer, het lukt mij niet. Ik ben dankbaar, ben ik. Heer, dat ik uw genade mag ontvangen hier in het verscheurd lichaam. Van uw Zoon tot vergeving van mijn zonde. Dank u wel, Heer, dat u het mogelijk maakt. Heer, om een nieuw leven met u te hebben in uw Zoon. Heer, alles volledig vergeven. Dank u, Heer, dat we met elkaar hier gemeenschap mogen houden. Heer, met deze maaltijd, op de eerste plaats met u, maar ook met elkaar. Hier hebben we elkaar zo hard nodig, juist in deze tijd. En ik dank u, Heer, dat we nu mogen ervaren, Heer, wat het is, Heer, om volkomen één te zijn met u en met elkaar. Ik bid u, Vader, zegen u, Heer, dit brood. Tot eer en verheerlijking van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Amen. Het brood heffen en bedenken wat de Heer Jezus voor u en voor mij heeft gedaan aan het kruis, opdat wij hier in alle vrijheid mogen staan, voor zijn aangezicht, in zijn lichaam, maar ook met elkaar in de hemel. Halleluja.
laatste dag voor zijn offer. Hief Jezus de beker op. En hij zei, neem, drink, het is mijn bloed. Voor u vergoten, tot volkomen verzoening van al uw schuld, al uw zonde. Steken van het nieuwe verbond. Op het moment dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel. Kwam God uit het heiligdom omdat hij bij ons wil wonen. Dat is het nieuwe verbond. Accepteer hem volledig. Neem hem volledig aan. Je weet dat zijn bloed je reinigt, heilig en geneest. Jezus voelt in jouw lichaam, komt op elke plek aan te raken. Geloof het, neem het aan. Dat zijn genezing in zijn hele plaats. Wat in de doel op dit moment. In de naam van Jezus. Yeah.
Dank u wel voor wat u heeft gedaan. Heer, dank u wel dat u de prijs voor ons heeft betaald, Heer. De prijs die wij onmogelijk zelf konden betalen, Heer. Maar u heeft het voor ons gedaan, Heer. Waardoor wij vrij mogen zijn, Heer Vader. Dank u wel. Ja, dat ja, elke dag weer opnieuw, Heer. Dat we gewoon weer bij u mogen komen, Heer. Dat er elke dag weer vergeving beschikbaar is, genezing beschikbaar is. Reiniging, heiliging, wedergeboorte. Dat het allemaal beschikbaar is door het offer van de Heer Jezus. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer Jezus, dat u weer weg bent gegaan. Dat u tegen de Vader zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarom kunnen wij hier vrij en schaamteloos voor u staan. Omdat u het voor alles hebt volbracht voor ons. Dank u wel, Jezus. Uw liefde was zo groot. Halleluja. Amen. Heer, ik hoop dat u morgen mij de steun geeft voor naar het ziekenhuis gaan. Ik ga naar het ziekenhuis gaan in Heerenveen. Ik word morgen onderzocht voor mijn nieren. Die werken nog maar voor 20%. En ik hoop dat daar het beste vanuit voorkomt. Ja. Dank je wel. Oh, Heer, het is een voorrecht, Heer, om van u te mogen zijn.
uitdelen. Hier zal wij zout en een lichtend licht zijn, Heer. In deze wereld. Heer, want dat is wat u doet. Dat we niet onder die kap blijven zitten. Dat we uitstappen. En gaan. De plek waar ik nu ons neerzet, Heer. Dat is vaak heel dichtbij. Heer, maar elke keer waar we komen, Heer. Mogen we uw licht verspreiden. Heer, we loven en kunnen prijzen. Heer, dat u dat mogelijk maakt. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ja, Heer, dank u wel dat we avondmaal mochten vieren, Heer. Dat we weer mochten stilstaan, Heer. Heer, bij het verzoenend werk dat u gedaan hebt voor ons. Heer, u was van uzelf compleet onschuldig en zonder pijn. Maar Heer, u hebt de straf, onze zonde, hebt u op zich. Heer, daar willen we zo voor danken, Heer. Heer, want anders was het niet goed gestaan met ons. We loven, we verrijzen en we danken, Heer. Glorie tot op morgen. Amen. Amen. Ik wil Peter naar voren roepen. Want Peter is jarig geweest. Vader, zo komen we bij u met deze geweldige broeder, Peter. En ja, we prijzen uw naam, dat we, dat hij u kent, dat wij hem mogen kennen. Het is het geweldig om hier te mogen staan. Hij is van de week jaren geweest en hij mag een nieuw levensjaar met u ingaan. Ja, wij mogen hier staan als broeders en zusters rondom hem heen. We houden van hem. Een geweldige vriend, een broeder van ons die ja, ook deze, dit nieuwe jaar met u zijn weg wil gaan hier. En keuzes wil maken en ja, we willen hem daarvoor bij u opdragen. Heer, we willen u bidden om een zegen over zijn leven voor dit komende jaar. In alle opzichten, met het werk wat hij doet, met de relaties en contacten die hij heeft, met het leven wat hij heeft, ook te midden van de broeders en zusters hier, wat hij voor u mag doen, heer, dat hij daarin mag groeien en toenemen en dat uw naam door het leven van Peter in alles wordt geëerd en groot gemaakt. Vader, zo willen we Peter bij u brengen. Dank u nogmaals dat wij hem mogen kennen en dat we met hem verbonden zijn. We hebben samen het avondmaal gevierd en daarmee gezegd, Peter, het brood stelt het lichaam van de Heer Jezus voor. En jij neemt het, ik neem het, wij nemen het allemaal. En zo zijn we met elkaar verbonden. En in die verbondenheid gaan we dit nieuwe jaar ook in. En Vader, wij prijzen u nou, want u bent de God, de Allerhoogste. God de Almachtige. De God die we onze Vader mogen. Peter weet dat hij een geweldige zoon van u is. Een kostbare zoon waar u met liefde naar kijkt. En waar u deze nieuwe jaar met zorg en liefde hem omgeven zal. Zo mag ik jou zegenen, Peter. In die machtige naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij, die enige God, zal het komende jaar over jouw leven maken. Amen. 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 Ja, daar staan we. Thank you.
Genesis 37. En dan lees ik vers 12 tot en met vers 14. Iedereen heeft het gevonden. Eens, staat er, gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zeide Israël tegen Jozef: weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. En Jozef zei tegen hem: zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Tot zover deze paar versen uit Genesis 37. Het gaat hier over de geschiedenis van Jozef. Jozef met vader Jacob. Jozef, weten wij, is een heel bijzonder type, een voorbeeld van de Heer Jezus. Geven, maar voordat je die toepassing kunt maken, moet je eerst even goed kijken naar wat gebeurt hier nou echt. Wat is hier aan de hand? Jozef is een zoon van Jacob. Eén van de velen, want hij had er meer. Jozef was ooit getrouwd, of Jacob was ooit getrouwd, eerst met Lea, waar hij niet van hield. Maar die boorde Laban door de neus. Maar die hield uit van Rachel. Die kreeg hij er vervolgens ook bij. En dan lees je in de geschiedenis dat hij ook nog twee bijvrouwen kreeg. Zilpa en Bilha. Nou, het bijzondere dat Lea, die werd zwanger. En die baarde de ene zoon naar de ander, laat ik het maar even zo zeggen. En Rachel, die kreeg geen kinderen. Rachel, waar Jacob juist zoveel van hield. En Jacob... het heeft heel lang geduurd. Hij was 96. Toen had hij al een aantal zonen. Zelfs bij de bijvrouwen had hij al zonen. Maar toen eindelijk werd Rachel zwanger. En Rachel die kreeg een zoon. En dat was Jozef. Eigenlijk was dat dus de lievelingszoon van Jacob. Want zij hoorde bij die lievelingsvrouw. Later heeft Rachel nog een zoon gekregen. En u weet het misschien wel, dat was Benjamin. Het bijzondere bij die geboorte was, dat Rachel die stierf bij de geboorte van Benjamin. Dus zijn lievelingsvrouw die verloor die bij de geboorte van die tweede zoon, Benjamin. En Rachel noemde hem Benoni. Dat was zoon van mijn smart, zo betekent dat. En Jacob heeft die naam in Benjamin veranderd. Zoon van overwinning. Bijzonder. Uit deze vrouw kreeg Jacob twee zonen. En hier op dit moment, dat deze geschiedenis begint in hoofdstuk 37, was Jozef ondertussen 17 jaar oud. 17 jaar. En Jacob was dus gewoon 113 jaar. Even ten, wat de leeftijd betreft en de afkomst van Jozef. En Jacob die had Jozef intens lief. Nou, begrijp ondertussen, hij was ook van zijn lievelingsvrouw, Rachel. En Jacob had gezegd: ik wil van jou wil ik een prachtig kleed maken. En hij gaf hem een pronkgewaad, staat er in de Bijbel.
Een koningsgewaad wordt woord nog maar twee keer gebruikt in het Oude Testament. Die tweede keer bij Tamara, ergens met Absalom en zo, die geschiedenis. Er was een koningsgewaad. Dus Jacob liet zien hoe bijzonder hij Jozef vond. Hij gaf hem de koningsgewaad. Hij stelde hem als het ware boven alle andere zonen. En misschien lag daar juist ook wel iets in van, hij zou uiteindelijk de erfgenaam. Waren de andere broers daar blij mee? Nee. Totaal niet. Je leest dat in het begin, in hoofdstuk 37. Op het moment als Jacob hem dat kleed geeft, dan fronsen de broers met hun wenkbrauwen. Wat gebeurt ons hier? Er kwam nog wat bij. Jozef, die lieveling van Jacob, die bracht het, staat er, het kwade gerucht van zijn broers over aan vader Jacob. Die broers, dat waren geen lievertjes. Je kunt dat in de voorgaande hoofdstukken hier ook lezen. Er waren zelfs twee broers die waren in staat om heel dorp niet ziek en alle mannen alles uit te roeien. Omdat ze iets gedaan hadden met hun zus Dina. Ze hadden daar een bepaald idee bij, hoe lossen we dit op? Weet je, jullie mogen bij ons in de familie komen, moet je eerst besneden worden. En op de derde dag van de besnijding, dus toen de mannen het zwakst waren, verpakten ze hun zwaard en hebben ze het dorp uitgelegd. Zulke lievertjes waren die broers van Jozef. En ze hebben nog veel meer rare dingen uitgespookt. En Jozef daarvan lezen, die bracht dat bij vader Jacob over. Weet u wat mijn broers, uw zonen, hebben gedaan? Dan kun je dat op twee manieren uitleggen. Je kunt zeggen, nou, dan ben je een verklikker. Ja, je lapt je broers erbij. Maar het kan ook op een andere manier uitgelegd. Jozef, en dat blijkt uit de hele geschiedenis, Jozef was zich bewust van de bijzondere plaats die zij als familie door God geroepen zijn, te midden van de volkeren zouden moeten innemen. En daar hoorde dat gedrag wat die broers lieten zien niet bij. Dus eigenlijk deed het Jozef ook pijn van binnen als hij zag hoe zijn broers zich gedroegen. Dit hoort niet bij het volk van God. Maar goed, jullie begrijpen wel dat hij met deze opmerkingen waarbij hij met vader Jacob kwam, ook niet geliefd werd door zijn broers. En dat was dan niet genoeg. Jozef kreeg zijn droom. De eerste droom was die van die schoren aan, die prachtige schoof die hij zelf moest, die stond er in het midden. En al die schoven die boven aan, die droom kreeg. Wij zeggen nu, wat bijzonder, want later zou daar inderdaad iets gebeuren met paren en schoven en zo, en dat ze zouden buigen. Jozef wist dat allemaal nog niet, maar God had eigenlijk van tevoren al aan Jozef zijn boodschap al duidelijk willen maken. Ook al begreep Jozef dat niet. Gods plan stond toen al vast. Maar het bijzondere is dat hij vertelde toen die droom, en opnieuw werden daar de broers vrolijk van. Ze zeiden, denk je nou echt dat wij voor jou gaan buigen? Ja, ja. En niet alleen maar daar lachend over doen, maar je leest hier dat hoe meer Jozef zich op deze manier gedroeg, hoe meer zijn broers hem haten. Dat lees je in deze geschiedenis. Ten slotte krijg je nog een droom over die zon, die maan en die sterren en die bogen voor hem. En toen zei zelfs Jacob, als hij dat vertelt, je denkt dan niet dat wij voor jou gaan buigen. Ja, bijzonder dat God zo ver van tevoren al duidelijk maakt wat zijn plannen en de bedoelingen met Jozef zijn. Jozef werd dus niet geliefd. Jozef werd meer en meer, staat er hier, gehaat. En als Jozef hier uiteindelijk straks ook zijn broers vindt, dan zien ze hem in de verte. En wat zijn broers dan overlegd is, laten we hem doden. Zo diep was de haat ondertussen bij hun neergedaald in hun hart. En dan kom ik op dit stukje. Dan komt er een moment dat die broers die zijn weg, die zijn om de schapen te weiden. En dan komt er een moment dat vader zegt, vader Jacob, ik wil eigenlijk wel weten hoe het met ze gaat.
Jozef, wil jij ze opzoeken? En dan moeten jullie dan eens proberen in te denken wat Jacob hiermee zegt. Wat Jacob hiermee vraagt. Wij lezen daar zo makkelijk overheen. Maar als je dit voorgaande bedenkt wat ik net geschetst heb. Jacob wist overduidelijk hoe zijn broers tegenover Jozef, zijn zonen tegenover hun broer Jozef stonden. Dat wist Jacob heel goed. En toch stuurt hij Jozef. Hij stuurt Jozef op een paar broers af die misschien wel van alles met hem zouden gaan doen. En toch was vader Jacob bereid, want zijn zorg om zijn zonen was groter, was sterker dan de liefde op dat moment voor Jozef. Hij was bereid om zijn zoon daarvoor te laten gaan, ook al wist hij dat dit hem gebeuren is, mogelijk zou kunnen gaan gebeuren als hij in contact met zijn broers kwam, die hem zo verschrikkelijk haatte. Daarnaast de reactie van Jozef. We hebben het gelezen, die bijzondere drie woordjes, vier woordjes, zie, hier ben ik. Ook Jozef wist hoe zijn broers tegenover hem stonden. Ook Jozef wist hoe ze hem mogelijk zouden kunnen gaan behandelen. En toch zegt Jozef, zie, hier ben ik. Ik ben bereid. Vader, als dit het verlangen is, als dit het wil is van uw hart, dan wil ik gaan. Hij dacht niet zozeer aan zijn broers, maar wat hem dreef was de liefde tot zijn vader Jacob. Hij wilde alles voor zijn vader, wilde hij doen, want hij was de lieveling van zijn vader en zijn vader was zijn lieveling. Daar gaat het hier om. En vanuit die allerbijzonderste relatie die er was tussen die twee, was Jozef bereid om te gaan. En dat, als je daarover nadenkt en dat even richting de Heer Jezus toepast, dan kom je hier op een heel bijzonder vlak uit. Want er kwam een moment dat de Heer Jezus zei, zie, hier ben ik. Hebreeën 10 zegt het, dat hij bij het komen in zijn wereld, in de wereld zei, zie, hier ben ik, o God, ik kom om uw wil te doen. Uiteindelijk zou hij dat brengen bij het kruis. Zou hij zichzelf opofferen om ons te kunnen redden. Maar het was de liefde van de Heer Jezus in de eerste plaats tot zijn vader die hem besluiten deed om te gaan. Hij wist van tevoren. Hij was God. Hij wist van tevoren alles. Hij wist elke vijandschap die er zou komen op hem af. Dat wist hij. Hij wist eigenlijk hoe de leiders zouden gaan reageren en hoe ze het volk zouden meeslepen om hem te verwerken. Dat wist hij. Maar het heeft hem geen moment doen twijfelen of hij wel of niet zou gaan. Hij ging, vader, hier ben ik. En dat was omdat hij het vaderhart kende. Dat was omdat hij wist wat er in het hart van de vader om. En het was de vader die zei, die opdracht van, ga, waarom? Ik heb het hier gelezen. Ga en zie en kijk naar de welstand van je broers en naar de welstand van de schapen. Als God de Heer Jezus stuurt, dan wil hij weten hoe het met zijn volk is. Hoe het geestelijk met hun volk is. Wist hij dat niet? Ja, maar hij wilde daar zeker van zijn. Hij zei, ik stuur mijn zoon om ook te laten zien dat ik ze lief heb, dat ik mijn hart naar ze uitga en dat ik niets anders wil dan dat het zo goed gaat. Daarom stuurde hij de Jezus. Dat was de beweging van het vaderhart. Het hart van God. Ik wil dat het zo goed gaat. En ik wil graag dat je me op de hoogte brengt. En niet alleen als het gaat om hoe is het met jou, hoe gaat het met de mens individueel, met het volk, met de mensen individueel, maar ook wat doe je? De welstand van de schapen. Het heeft alles te maken met wat voor werk breng jij voort? Hoe ga jij te werk? Vertel me het maar, Heer Jij. Zo stuurde de vader zijn zoon. Vertel het me maar. Hoe is het met ze? En wat doen ze?
is zo bijzonder als je zo naar deze geschiedenis mag kijken. En eigenlijk een blik krijgt in het hart van God. Daarom stuurde hij de Heer Jezus. Je hebt in de Samuel, 1 Samuel 17 heb ik ook iemand die gestuurd wordt gegeven naar zijn broers. Dat is David. En van David, dat is in het hoofdstuk waar Goliath optreedt. Hij moet naar dat leger toe en hij moet van zijn vader, moet hij ook. Ik krijg je bericht, vertel het hoe het met mijn zoon is. En ook David lag niet lekker bij zijn broers. David, de jongste, die moest uit het veld gehaald worden toen Samuel er was. Want eigenlijk telde David niet zo mee. Maar al die grote kerels, die grote broers, dat waren niet de toekomstige koningen. Nee, David was de toekomstige koning. En als hij dan ineens Samuel 17 in het leger komt, dan zei hij daar de broers ook, wat doe je hier? Ja, ik ben helemaal niet blij met Jozef, met David. Daar zie je ook zo'n geschiedenis. De Jezus was bereid om te gaan. Hij zei, zie, hier ben ik. En het was die omdat hij wist wat er in het hart van de vader was. Zoals Jozef bereid was om te gaan, omdat hij wist wat er in het hart van vader Jacob was. Jesaja, hoofdstuk 6, was bereid om te gaan toen God vroeg, wie zal ik zenden? Zend mij. En wat was de ervaring van Jesaja net? Hij was in de tempel geweest, hij had God gezien, de zomer van het kleed, vulde het heiligdom. Hij had iets van God geproefd, die een engel gestuurd had om hem aan te raken, zodat hij ontzondigd werd. Zijn mensen, die hebben iets geproefd van wie God is. En die daartoe vervolgens bereid waren om te gaan. Vanuit Gods tegenwoordigheid. En zo ging de Heer Jezus dan. En zo, en dat is de toepassing die ik voor ons allemaal wil maken. Als God mij vraagt om te gaan, dan kan ik gaan in de eerste plaats als ik weet wat het hart van God is. Dat is de enige motiverende reden, de goede reden om te gaan. Vanuit de motivatie, ik weet wie God is, ik ken het hart van God, ik mag iets kennen van de genade van God, van de goedheid van God, ik mag iets kennen van de liefde van God, ik weet hoe God is. Dat kunnen wij hier zeggen, zoals we hier zitten. En vanuit dat weten, zegt God, ben je dan bereid om te gaan? Wat je ook van plan bent, omdat je vanuit mijn tegenwoordigheid kunt gaan. Ik moest al denken aan een gedeelte uit Matteüs 21, daar vind ik de gelijkenis van onrechtvaardige landlieden. En daar wil ik een paar dingen uit ophalen. Het is een man die heeft een wijngaard en die wil die laten bewerken door landlieden en hij gaat zelf weg en die landlieden die krijgen op tijd de ruimte te zeggen, je moet me van de vrucht van de wijnstok geven. Hij stuurt slaven en die worden of gestenigd of ze worden geslagen, ze komen met lege handen terug, die gelijkenis. En tenslotte staat er, dat is het bijzondere, dan zegt die heer van die wijngaard, ik zal tenslotte mijn zoon sturen, die zullen zij wel ontzien staan. Dat is bijzonder. Die zullen zijn als. Dus die man, die eigenaar van de wijngaard, denkt: als ik mijn zoon stuur, dan komt het wel goed. Maar hij kwam niet goed. Want toen ze die zoon zagen, toen zeggen ze: hoi, dat is de erfgenaam. Laten wij hem doden zijn. En toen de Jezus deze gelijkenis uitsprak, toen begrepen de leiders heel goed dat hij sprak over hen. Staat in Matteüs 21. Maar je ziet dat dus als de Heer Jezus deze woorden uitspreekt van, kijk, dit is nou het hart van God die zijn zoon stuurt, zij zullen hem wel ontzien. God wist wel dat er niet zou gebeuren. Maar je ziet de goedheid van God die er in eerste instantie uitgaat, het komt hopelijk goed. Het kwam niet goed. Even terug naar deze geschiedenis.
gebeurd. Jozef wordt gevangen genomen, wordt in de put gegooid. Uiteindelijk wordt hij verkocht aan de Ismaëlieten. Uiteindelijk verkocht aan Git. Er zijn nog heel veel over te zeggen, maar er is één dingetje wat ik tot slot wil benadrukken. Het slot van deze geschiedenis, het is als Jacob het kleed van Jozef krijgt, besmeurd met bloed. Dat is het plannetje wat de broers hadden bedacht. Weet je, we slachten een lam, maken dat kleed, laten we met bloed besmeuren, en dat kleed dat sturen wij terug. Dus we brachten dat niet zelf terug, maar een of andere dienaar moest dat maar terugbrengen. En als Jozef Jacob dat kleed van Jozef in handen krijgt, dan barst hij in tranen uit. Hij is er helemaal van de kaart. Dit is het kleed van Jozef. Hij is door de wilde dieren verscheurd. Dat is het antwoord wat Jacob geeft. En dan komen zijn zonen en, de familie komt bij Jacob en ze proberen hem te troosten. En daar staat er, Jacob laat zich niet troosten. En dan moet je voorstellen dat het heeft nog 20 jaar geduurd voordat uiteindelijk alles helder werd, hoe het echt is gegaan. 20 jaar lang hebben de zonen van Jacob met dit bedrog geleefd. 20 jaar. Elke dag. Een vader die niet te troosten is om het verlies van die geliefde zoon, Jozef. 20 jaar lang. Wetend hoe het echt is gegaan en wat ze gedaan hebben met hun broer Jozef, maar daar niet over gesproken. Maar het heeft hem ook 20 jaar niet losgelaten. Want als ze uiteindelijk bij Jozef komen, als die vader al is, en dan weet hij niet dat het Jozef is, dan zegt hij op een gegeven moment, ja, dit is nou wat wij krijgen naar datgene wat wij ooit gedaan hebben met onze jongste broer. Het heeft zich geen moment losgelaten. En op het moment, als Jozef zichzelf bekend maakt, ja, dan is het een heel bijzonder moment. Even terug naar deze moment, dat Jacob zegt, ik laat mij niet troosten. En dat duurt 20 jaar. Ik heb voor mezelf gedacht. De broers, de dieren van het volk, wat de Messias verworpen heeft. Dat er een moment zal komen dat ze hem weer zullen zien. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben, die ze verworpen hebben, die ze weggedaan hebben. Ze zullen hem zien en ze zullen hem herkennen. Hem hebben we verworpen. Hem hebben we de allermoeilijkste weg, moeilijkste weg laten gaan. Ze zullen bidden om genade, ze zullen het krijgen. Maar dat gebeurt al. En in al die tijd, als we dan even de toepassing naar God maken. In al die tijd laat God, misschien mag ik het even zo zeggen, zoals in deze geschiedenis, laat God zich moeilijk troosten. Want hij heeft een hart voor zijn volk. Zijn volk gaat hem diep aan zijn hart. Hij wil zo graag dat het volk weer terugkomt en het volk hem zal erkennen. En dat de droefheid die er is, zal veranderen in vreugde. Een eeuwige vreugde. Een blijdschap die nooit meer zal ophouden. God ziet uit naar de verzoening met zijn woon, met de Messias, Jezus van Nazareth. Wat bijzonder als je zo naar deze geschiedenis bekijkt. Maar ook voor jezelf mag. Wil ik gaan wanneer God het van me vraagt en doe ik dat dan vanuit het kern van het hart van God? Want dat is de enige juiste gezindheid. Amen. Amen. Ik ga met jullie denken, eerst maar bidden. We hebben vast nog wel liederen die we gaan zingen. Vader, zo komen we bij u en we prijzen uw naam voor die geweldige God die u bent. Maar als we naar zo'n oude geschiedenis kijken, dan krijgen we ook als het ware alweer een deur gaat open,
dat we kijken naar wie u bent. Dat we kijken naar de heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat u, zoals u naar uw zoon kijkt, dat hij voor u alles is, Vader. Er is niemand met hem te vergelijken. U hebt hem als het ware ook zo'n prachtig kleed gegeven. U hebt duidelijk gemaakt naar alles en iedereen, dit is mijn zoon, mijn enige geborene, in wie ik al mijn welbehagen heb. Heer Jezus, er is niemand, maar dan ook niemand met u te vergelijken. En wij mogen u kennen als onze verlosser, als onze heiland. Heer Jezus, u bent zo groot, we willen u elke dag koesteren in ons hart en koesteren in ons leven. Eerst zo zijn we hier, zo gaan we deze week ook in en we bidden echt om uw genade, om uw hulp bij alles wat ons op deze week te wachten staat. Heer, we zijn broze mensen. We zijn mensen met onze tekortkomingen. We zijn ook mensen die niet weten wat er vandaag of morgen of overmorgen allemaal gebeuren gaat. Heer, we zijn zo afhankelijk van het moment, maar eigenlijk zijn we gewoon geweldig afhankelijk van u. Want u hebt elke minuut van ons leven, ja elke seconde, hebt u in uw hand. Dat beleiden we en dat erkennen we. En ook met datgene wat ons de komende week staat te gebeuren, weten we van uw trouw, weten we van uw goedheid en uw zorg over ons leven. En daarom kunnen wij ook met een gerust hart deze nieuwe week ingaan. U wil ons alles zo geven wat nodig is. Wil ons vooral boven alles de blijdschap in de Heer Jezus elke dag weer opnieuw geven. Eerst zullen we ons aan u toevertrouwen, zodat we bidden voor deze gemeente, voor de broeders en zusters samen. Wat heerlijk om hier vanmorgen te zijn, wat heerlijk om ook te proeven de gemeenschap, de onderlinge goede band die er is. Heer Jezus, en dat alles met u in het centrum. Heer, dan is het goed. En zo willen we ook graag deze week ons aan u toevertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik vind het zo mooi. Vanochtend, toen ik nog eventjes aan het voorbereiden, lieder aan het voorbereiden was, even aan het doorlezen, kijken wat God daar doorheen wilde zeggen, werd ik bepaald bij een lied dat we net hebben gezongen. Dat is Essie. Als wij u zien hier, geeft u ons kracht om op te staan. Wij mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnengaan. En terwijl ik dat aan het lezen was, kreeg ik ook gelijk een tekst in gedachten van Johannes 14, vers 6 tot met 9. Jezus zei tegen hen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hen, Heere, laat ons de Vader zien. En het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik nu zo'n lange tijd bij u, en u kent mij niet, Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? We hoeven alleen maar naar Jezus te kijken en we weten wie de Vader is. En in elke omstandigheid waar we ook doorheen gaan, mogen we weer opnieuw naar Jezus kijken. En dan valt alle schaamte, alle angst van ons af, omdat we mogen weten dat we geworteld zijn in zijn liefde. Maar Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u, die ik had verdiend. De grote verlosser, mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden.
maar nooit zoveel als u. Zijn eigendom heeft doen zijn. Dat
hij elke dag om ons geeft, bij ons is. Zijn genade, zijn vrede, zijn wijsheid. We hebben God de Geest, die een trooster is. Die bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. God de Geest bij ons is. Ons zal vullen met zijn kracht. Ons zal vullen met zijn wijsheid. Ons zal vullen met zijn troost. Hij is de troost. En zo is God deze week bij ons. Totdat de Heer Jezus terugkomt. En we voor eeuwig mogen zijn bij de Vader. Wat geweldig om daar naar uit te mogen zien. Maranatha, Jezus komt. Amen. Amen. Heer, ik dank u voor wat u heeft gedaan. Ik kon niet doorgaan op eigen kracht. Maar dankzij Jezus mag ik nu voor u staan. U spreekt mij vrij, want het is volbracht. Sief, wil jij twee collectes doen? Thank you.
Ja.